we dus heerlijk gaan eten met z'n allen eerst. Ik ben het paard van Amika. Hey! Hey. Hey, hallo, wat superleuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. En jawel, met geluid! Yes. Ja, ik ga erop letten dat ik niet ergens op een knopje druk wat helemaal misgaat. Maar, ach ja, ik had het goed opgelost. En bedankt voor jullie positieve reacties, want ik vond het echt heel erg. Maar ik ben blij dat jullie zo positief reageerden erop. Maar ja, ik ben weer onderweg en ik ben samen met Zoe. Want zij rijdt vanavond, want we hebben een heel goed feestje. Wij gaan namelijk naar de Studio 100 Singalong. En ja, voor mij is het wel heel erg nostalgie, maar ik denk voor Zoe ook. Ja. Want het huis aan de Wish komt. En voor de jonge kijkers die het niet kennen, dat was vroeger namelijk een serie op Nickelodeon. Ja, Nickelodeon in België en in... Nederland op Nickelodeon en in België. Weet ik eigenlijk niet. Laat het even weten in de reacties waar het op België was. Dat weet ik even niet. Maar ja, ik keek dat dus dagelijks en ik was er echt helemaal weg van. Het is zelfs zo erg geweest dat ik daar nog meer fan van was dan van K3. Dus dat was behoorlijk wat. K3 komt vanavond ook. Dus echt win-win. Ik heb er heel veel zin in. En we gaan er in ieder geval een superleuk feestje van maken. En misschien ook wel leuk om te laten zien. Ik ben vroeger namelijk op de set van het Huis aan Noemers geweest. En daar heb ik nog een paar foto's van teruggevonden. En die wil ik jullie laten zien. Dus die komen nu even in beeld. En ja, het grappige is wel, zoals je ziet, ik sta hier voor de traptreden van naar de kamers toe. En jawel, de traptreden kraakte echt. En die kon echt open. Dus dat was echt waar. En natuurlijk in de keuken van Trudy, waar dus van allerlei dingen altijd gebeurden. Daar ben ik ook geweest. In de kamer van de enige echte Appie. Appie. En die was echt eng. Die kamer. Dat was echt eng. Ja. Ja. Dus en daarna ben ik nog op de foto geweest met Nienke, aka Loek. Dus die heb ik toen ook mogen ontmoeten. En we hebben nog een hele scène mee mogen kijken achter de schermen. Dus dat was wel echt heel erg gaaf om mee te maken. Dus ik vind het ook echt heel leuk dat ze na 14 jaar terugstaan in het Sportpaleis. En ik denk, ja, we moeten hier rechtdoor. Ik moet even Zoe de weg wijzen. Want wij gaan namelijk nu naar de Kinepolis in Antwerpen, waar we dus heerlijk gaan eten met z'n allen eerst. En daarna rijden we door naar het Sportpaleis. Dus we hebben nog wel wat leuke dingen op de planning. Ik heb er heel veel zin in. En vanavond wordt vooral een heel groot feest. Ik film overigens dan wel met mijn telefoon, want mijn camera mag niet mee naar binnen. Dus dat gaan we lekker doen. En nu gaan we even naar Antwerpen rijden. Ja. Dus ik ga Zoe even de weg wijzen en dan... zijn we zo aangekomen bij de Kinepolis. Joe, we zijn aangekomen bij de bioscoop. En Jessica appte al dat zij er ook was. Dus we gaan eens kijken waar ze zijn. Ik hoorde ze daar ergens toeteren. Ja, ze toeterden, maar... Ergens daar. Ik reed erbij langs, denk ik. Dus ik denk... Nou, laten we... Ja! Oh, daar! Daar is ze! Joe! Oh, er is er een in slaap gevallen. Oh, echt? Die sliep of wat? Nou, oké. Okay. Even dutje gedaan voor het feest. Kom, we gaan drinken. Nou, we gaan lekker... we hebben gereserveerd, dus we kunnen alvast denk ik wel naar binnen. Eens kijken. Ik denk dat de rest er ook zo zal zijn, dus... ja, let's go naar binnen. Woe, koud. Met geluid, ja. Als het goed is,
Staat het geluid aan? Ik vertrouw dat dus nu echt niet meer. Ik vertrouw het mezelf gewoon niet meer. Ja, dat, doe ik. Dat is echt erg. Ik denk elke keer, ja, staat het aan? Even goed kijken. Ja, ja, ik denk het wel. Ik ga het erin maken. Wil je ook even in de camera kijken? Hi. Nou, we hebben ons plekje. Tasia is inmiddels ook aangekomen. Superleuk. En wij zijn dus aan het kijken wat wij willen eten. En ik weet het nog niet. Jawel, ik denk dat ik jij follow klaar zit. Jij wist het wel als enige. Follow far. Nee, denk ik. Met aardappelkroketjes. Dat vind ik wel lekker. Maar ik zag ook kip staan en daar heb ik ook wel zin in. Ja. Nou ja, goed. We gaan nog even verder kijken. En kijk eens, ik heb weer een heerlijk drankje. Ja. Dus we kunnen weer wat drinken. En Jessica heeft ook een lekker drankje. Wij hebben ook een lekker drankje, hoor. Ook. Ik heb niks. Nee, nog niet. Wij hadden al besteld. Optie. Nou ja, goed. We wachten dan nog op twee mensen. Op Michelle en Sam. En dan... De kindermenu is... Gaan we nu eerst even kijken. Misschien kan jij dat ook wel bestellen. A few moments later. Wat had jij daar? De kroketjes? Alleen voor mij. Onze kroketjes. Onze kroketjes. Alleen voor mij. Nou, het eten is aangekomen. Oh, lekker. Het ziet er allemaal zo goed uit. We hebben allemaal... Hey. Hey. Jullie moeten lekker hoor. Nee, jij hebt het kindermenu. Kom, wij hebben deze. Eet smaak. Nee. Eet smaak. Allemaal. Hoe gaat dat? Ik ken dat helemaal niet. Zal ik het opzoeken? Eet smakelijk! Eet smakelijk! Heeft de wifi? Eet smakelijk! Wow! Nou, dat was lekker! We hebben lekker gegeten. En nu... Door naar het sportpaleis. Ja, oh, en ik hoorde dat het al heel druk was. Ja, maar dat zijn al die staanplaatsen. Ja, maar ik bedoel ook qua parkeren en zo. We zullen het zien. Ja, we zullen het zien. Maar goed, op naar de auto en dan... Wat zit jij nou weer te doen, joh? Oké, nou goed. Ik dacht dat Halloween al voorbij was, maar... Hallo! Doe nog eens! Dus dat was een klein tijd. Nu ben je niet meer bang, hè? Nee. Nu is het ook natte mond. Auto, pas op. Oh. Doei, tot zo! Nou goed, waar moet ik heen? Oh, daarheen. Nou, doei, yes en yes. Tot zo. Oh, het is best frips aan de bibs. Nee, het is best koud. Het zou vanavond namelijk minder 1 worden of zo. Dus dat is best koud. Wij rijden nu met Tasia mee. Zoe en ik, bedoel ik. Want dat scheelt weer in de parkeerkosten. En dan hoeft Tasia ook niet alleen. Dus dat is wel gezellig. En dan op naar het sportpaleis. Ja. Eerst het parkeerplekje zoeken. Ja, ja, Jessica rijdt voor. Ja, precies. Dank, ja. Zat allebei de pinkers aan. Waarom? Geen idee. Mam! Zie ze eraan, joh. Ja, ze rijden voor ons, maar hè? Oh, ze zijn aan het dansen. Zien jullie dat? Ja, bijna. Oh, Jess en Jess rijden voor ons, maar hè? Zo durft zij nu niet meer naar achter te gaan. Lekker dansen. Ja, we zijn nu al een tijd... Nou ja, we zitten alweer even in de auto, maar hij zei 7 minuten. Stil. Maar we staan al 7 minuten stil, dat is echt niet te doen. Verschrikkelijk. Ja, het was normaal 7 minuten rijden naar het sportpaleis. Waarom gaat hij daar... Huh? Die haar dingen ging. Kijk, ik zie de ruitenwissers. Oh ja, ze heeft de ruitenwissers ook nog aangezet. Het regent niet eens. Ze is gewoon al grappen met ons. Ja, rij je! Oei, dat was bijna. Oh, ze rijden hier allemaal heel gevaarlijk. Karma. Nou ja, goed. We rijden weer en op naar het sportpaleis. Het is toch groen, hè? Ja! Ja! Nee, top! Ik kreeg dus mijn telefoon niet meer aan. Nee, want ik heb handschoenen aan en ik heb nog niet zo'n handschoen met touchscreen. Maar het is dus echt heel koud. Het is heel koud. En ik denk, ik ga goed verkleed. Verkleed. Als wat ben je verkleed? Als boefje. Als gele boef. Ja, wij lopen nu dus naar de ingang van het sportpaleis.
En het is koud. Ja. Heel koud. Ja, het vriest. Kijk, we kunnen weer... kunnen weer... wolkjes blazen. Ja. Maar wij gaan nu naar de ingang. En... Het weer even niet meer zitten, jongens. Nou, Tasia! Doe eens een beetje gezellig. Maar ik heb gezellig. Ja, want Amika komt! En het is aan het hey! Ja, kijk, ik was dus als kind heel bang van Anubis. Dus ik hoop dat ze die raaf niet terug moet. Jawel, ik wil de raaf en ik wil Victor! Dan loop ik de zaal uit. Pipi pauze. Nee, ik heb er echt heel erg veel zin in. Ah ja, en K3 komt ook. Ja, die komt ook nog. Ja. Ja, K3 komt ook, dus daar hebben we ook heel veel zin in natuurlijk. Maar ik heb ook heel veel zin in het huis van Anubis. Ik heb het gewoon dus, heel koud. Maar goed, we gaan nu lopen naar de ingang. We zijn de rest allemaal al kwijt, want Michelle is dus blijkbaar ook geparkeerd hier ergens, maar we zijn die alweer kwijt. We zijn die alweer kwijt. Maar de anderen zijn dokje niet. Dus nu gaan wij gauw... Gaan binnen. Ja, naar binnen, ja. Of in ieder geval, we gaan zoeken. Wachten. Aan de ingang wachten, dus. Ik ben het paard van Amika. Wil iemand even op de knoppen drukken, want ik kan niet... Doei! A few moments later. Ja, opnemen. Ja. Dankjewel, Zoe. Ja. Oh, wat een gedoe. Ik wil echt van die handschoenen met touch. Dat heb jij ook echt nodig. Dat heb ik echt nodig. Op de Sinterklaaslijst. Ik heb dat op mijn Sinterklaas, denk ik, verlanglijstje gezet. Denk ik. Ik weet het niet. Of anders op mijn kerstmiscentrum. Doe anders maar half in ieder geval, één van de twee heb ik het gezet. En nu moeten we zeker wachten. Ja, want we zijn dus op tijd. Wij moeten even wachten op Yes, Yes en Michelle en Sam. Denk ik. Ik moet doen. Ja, ik moet ook plassen. Maar we gaan even opwachten. Even opwachten. Oh, we staan in het midden. Oké, we gaan even daar staan. Goed, even wachten totdat de rest er is. En dan kunnen we de tickets checken en naar binnen. Wij zijn weer op tijd, hè? Nee. Geen haren. Nee. Waar is je haar? Ik heb wel haren, maar die staan. Nee, maar ik lijk ook net, ik heb niks. Is het in mijn mes? Ik heb helemaal niks meer. Wacht, kijk, ik heb wel haar. Ja! Oké, nou, moet ik weer iemand vinden die op het knopje? Nou, ik heb mijn plekje inmiddels gevonden. Ik heb ook even een biertje gehaald. En we zitten supergoed, want kijk, daar is het podium. Daar. En we kunnen gewoon alles goed zien. Dus ik kan hopelijk ook alles goed filmen voor jullie. We gaan er een supergoed feestje van maken en moeten jullie deze zaal eens zien. Ja, dit heeft gewoon vibes van de zomer, zeg maar. Toen K3 in Middelkerken stond, dus dit wordt echt vet. Dit wordt vet. Yeah.
leven, jongens. Wat een show. Het is pauze. Zometeen hebben we nog Amika en het Huis Anubis. En daar kijk ik enorm naar uit. Ik kijk echt zo hard uit naar het Huis Anubis. Hé, hey, Josje! Waar is ze? Daar! Daar, ja! Hé, hey, Philip Goebbels! Hé, hey, in die clip zit ik, hè, jongens. In die clip zit ik. Kijk, daar. Ja! Zag je me? Nee. Oh. Wacht, ik zit daar echt in. Wacht, ik ga het laten zien. I'm not afraid to die.
Ja, je bent de enige Vlaming hier tussen al die Nederlanders.
cast gehad. Ook met alle crew die erbij was. Dat was gewoon een waanzinnig verhaal. En dank jullie wel allemaal, want dat is dankzij jullie allemaal mogelijk gemaakt. Ik heb nog één vraag voor jullie. We gaan het podium vrijmaken voor Joyce. Jullie komen zo meteen terug. Maar nog één vraag. Zie je het zitten om dit misschien volgend jaar nog eens opnieuw te doen? Fantastisch feest was dat. Echt, ik heb enorm genoten. We hebben ook nog heel lang lekker doorgefeest. En jullie horen het. Het Anouis komt, als het goed is, volgend jaar terug. Ik heb zin in. Dan gaan we ook zeker weer naar de show toe. Ik heb het in ieder geval echt super leuk gehad. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. En abonneer je als je zeker geen enkele video wil missen.
Dan zie ik jullie volgende week weer terug. Doei doei!